allemaal, we staan hier in Bokstel bij de Angela School en die hebben iets heel moois gedaan voor Series Request. We hebben een aantal kinderen van de bovenbouw, groep 8, die willen heel graag vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Dus ik moet niet veel te veel praten, want zij hebben het tenslotte uitgevoerd, dus we gaan naar ze toe. Zo jongens, Series Request, wisten jullie wat Series Request was? Ja, want vorig jaar had Angela School ook al meegedaan en toen was ook een groot bedrag opgehaald. En ja, dit wist wel wat Series Request was, alleen dit jaar is het dus anders. Inderdaad, dit jaar is het anders. Jullie hebben iets heel moois gedaan. Wie wil daar wat over vertellen? We hebben fles ingezameld voor statiegeld. En we hebben ook nog cakes gebakken voor mensen. En dan was het 3 euro per cake. En daarmee hebben we ook een geldbedrag opgehaald. En ja, dat was het. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Ik weet, de DJ's die zijn onderweg hier naartoe. Jullie gaan straks aan die DJ's een check overhandigen. Hebben jullie enig idee waar het geld wat jullie hebben ingezameld voor gebruikt gaat worden? Ja, we hadden ons doel is beschermen tegen natuurgeweld. Dus ja, dat is waar het naarheen gaat, waar het heen gaat. En ja, dat eigenlijk. En waarom bescherming tegen natuurgeweld? Nou, we vonden het wel een goed doel, want we hadden er eerst met z'n allen overlegd. En toen hebben we daarvoor gekozen. Er zijn ook nog twee andere doelen. Weten jullie ook welke die doelen zijn? Reanimatie in Nederland en oorlog en conflicten. Drie hele goede doelen natuurlijk waar heel veel geld voor nodig is. Mogen jullie al een beetje onthullen hoeveel geld jullie ingezameld hebben? Of moeten we echt wachten tot de check straks afgegeven wordt? Ja, wachten tot de check wel. Oké, ik hoop dat jullie ook allemaal blijven kijken, want straks wordt inderdaad aan de twee DJ's, Jorien en Rob, wordt de check overhandigd. We staan hier bij dames en heren van het Rode Kruis, de afdeling hier in Bokstel. En die voeren uit straks wat er met al dat geld gaat gebeuren wat Series Request heeft ingezameld. En wij zijn heel benieuwd wat ze daar zelf van denken. Nou, we verwachten er heel veel van, zal ik maar zeggen. En het Rode Kruis heeft dit jaar 3 onderdelen van het goede doel. En dat is buitenlandse hulp bij rampen, natuurrampen en dergelijke. Oorlogsgebieden en binnenland het AED gebruik. En het zorgen dat mensen een reanimatiecursus kunnen volgen. En goed met een AED kunnen omgaan. Want 350 mensen per dag krijgen er in Nederland een hartstilstand. En als je daar adequaat kunt optreden, dan kun je een groot deel daarvan redden. Ik zie bij de dame daar Series Request staan. Jij bent volgens mij van twee markten thuis. Ja, dat klopt. Ik ben twee gezichten. Ook ben ik vrijwilliger bij het Series Request zelf. Ik heb dit jaar voornamelijk de gastlessen verzorgd op scholen. Zodat wij bekend hebben gemaakt zeg maar, welke 3 doelen wij als Rode Kruis gaan volgen volgens de lifeline. Dus ja. Ja, en dan zijn ze hier op de Angela School heel actief geweest. En we zijn in afwachting van de beide DJ's. Ik weet dat jullie op het punt staan om op de fiets te springen. Dus breng ze zo snel mogelijk hier.
Gaat het goed met ons. We hebben een beetje zere voeten, een beetje zere heupen. Maar we zijn wel heel blij dat we er zijn. Echt heel mooi. Nou, super Jorien. Hartstikke veel succes. Dankjewel. Wat ze hier gepresteerd hebben op school. Ja, gaaf, echt toppertjes, hè? Ja, heel leuk. Echt leuk. Hey, is mijn vader. Meneer Jansen. Ons pap. Nou, maar Rob, dat is toch leuk dat je die even ziet. Ja, die zijn er helemaal naartoe gereden. Die komen uit het land van Maas en Waal deze kant op. Ja, ja. Een half uur in auto zitten. Oh. En dan in Brabant bij de lokale omroep. Alles hebben we erover. En jongens, heel veel succes. Dankjewel. En maak er wat van, hè. Super, dankjewel. Oké, doei. Loop je een stukje mee? Ja, tuurlijk. Kan.